super tof dat jullie weer kijken. Mijn naam is Guim, de poevenspotter. Klik, 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 klik. Nou, je zou wel denken van, ja, ik zit gewoon lekker thuis. Ik was vandaag vrij, ik hoefde vandaag niet te werken, ik ging vandaag niet spotten. Dat zou ik morgen pas doen. Ik was gewoon lekker filmpje aan het kijken. Zoals je ziet, ik ben niet geschoren, mijn haartjes moeten nog gedaan worden. Lekker een jekje aan. Denk lekker relax, niks met boefjes te maken. En wat gebeurde opeens? Ja hoor, de huistelefoon ging met mijn ouderwetse telefoontje. En wat zag ik? Ik pakte die telefoon op. Ik zag een nummer. 03966699 nummers. Iets van 9 à 10 nummers. En ik wist meteen van, hey, wacht even, dit klopt niet. En mijn vriendin was ook hier. Dus wat hebben we gedaan? Hebben we gewoon de telefoon hebben opgenomen. En ik wist dat het oplichters, internetoplichters zijn. Dus heb ik de mobiel gelijk erbij gedaan. En toen heb ik het gesprek opgenomen. Luister naar het gesprek. Show you the problem in front of your eyes. Then I guide you to fix the problem. Oké. Okay. I start the computer. Oké. Okay. So when your computer is on, you let me know, oké? Okay? Oké. Okay. Okay. So may I know that? Are you the main user and owner of this computer in your house? Yes. You are the main. Okay, so first of all, I'm giving you confirmation, okay? You're talking about the right person of Microsoft or not, okay? So I'm giving you computer license ID, okay? And you can match with your computer. So you wait for the second. I'm transferring this call to my senior. He will guide you to fix the problem, okay? Okay. Hello. Yes, hello. 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 Yeah, myself, Mark, and I'm the head technician from Microsoft. So, can you tell me, are you in front of your computer at this moment? Yes. Alright, sir. So, first of all, you have to look on the keyboard on the left side bottom corner. There you will see a CTRL control button. You see that? Yes. Next to the control, which button do you see? A number? No, control. After the control, which key do you see? Delete. No, I mean to say, did you see the control, the CTRL button control on the keyboard? Yeah. Okay, now you tell me, beside the control, which button do you see? Yes, I see. Check 1 second. Okay, do you see like a 4-flag Windows button over there? Yes. You press the Windows button with your one finger? Yes. Oh, but I have problem. I have not fingers. What you don't have? I have not fingers. What do you have then? Fist. No, I'm asking you, if you don't have the fingers, then what do you have? I have fist. What I'm asking. I have fist. Fish. Yes. What fish? Fish. Kabeljauw. Are you fucking asshole, motherfucker? Echt gekke werk dit, jongens. Gewoon die vent gewoon echt flink in de maling genomen. Daar heb ik echt van genoten. Maar eigenlijk is mijn doel van dit filmpje eigenlijk gewoon van dat ik echt jullie wil waarschuwen. Voor al die mensen die gewoon lekker thuis zitten overdag. Mocht je in één keer de telefoon gaan en je ziet zo'n hele lange nummer. Dan kan je 3 dingen doen. Of je kan gewoon niet opnemen. Maar de kans is wel heel vaak dat ze je constant blijven bellen. Want dat doen ze vaak, hè. Het is niet 1 dag, 2 dagen, 3 dagen. Dat gaat dagen door. Spreken je voicemail niet in. Nee, ze vallen, blijven je gewoon echt lastig vallen tot je opneemt. Wat je dan kan doen, is gewoon opnemen. En wat je dan doet, is een gesprek aangaan. Maar jij weet dat die gasten, je wordt gewoon gefopt door die gasten. En je speelt gewoon het spelletje mee. Maar je doet net of je heel dom bent. Maar je merkt dus wel aan het verhaal, merkte je dus dat je eerst een aardige vrouw krijgt. He, die vrouw die doet heel aardig van, hallo, hoe gaat het? Staat je computer aan? Dus wat voor computer heb je of zo? Volgens mij Microsoft of zo. Ik kan ook misschien de volgende keer bellen voor Apple. Ik weet niet hoe dat zit. Maar dan gaat die vrouw heel aardig stem doen en dan moet je je computer aandoen. Dat is een probleem met je computer. Om het verhaal kort te maken is, ze willen gewoon in je computer komen. Ze willen al je codes hebben en er komt een soort virus. En uiteindelijk kan je er alleen maar uitkomen. Uiteindelijk komt het op neer dat ze uiteindelijk alleen maar gewoon geld voor jou willen hebben. En dat moet je proberen te voorkomen. Dus doe
gewoon, ik zou toch opnemen, want ze blijven toch constant opnemen. En neem ze gewoon flink in de maling. En als dat gelukt is, kun je gewoon lekker de computertjes gewoon lekker slijten. En dan kun je gewoon verder van je dag genieten. En die man en vrouw uit India, ja, die hebben helaas geen centjes.